Welkom bij een nieuwe vlog van Flingers King & Bo. We gaan vandaag een dagvlog opnemen. Maar iets anders dan normaal, want we moeten nog schilderen. We wouden de paarden eventjes poetsen volgens mij. Ik weet niet meer precies wat we daarmee gingen doen. Ja, en klaarmaken voor morgen. Klaarmaken voor morgen voor de Escadronie shoot. En we gingen nog de dekjes uitwassen in de wasmachines. Als die al open zijn, dus gaan we straks ook nog even gaan kijken. Ja. Oh, wat schattig. Dus, oké. Okay. Wat een feest. Het ruikt ook zo heerlijk. Ja. De knoflook is koningsdief. Kijk nu. Hebben ze nooit een andere smaak gegeven? Nee, maar ik denk dat dit echt zijn lievelings is. Kijk hoe wild hij wordt. Zo meteen zit weer heel zijn neus onder met die tattie. Hij gaat loeshoe. Lid. Hij is helemaal lid. Lekker! Ja. Echt vies. Ba, ba, ba. Kom maar. Geef maar terug. Geef maar terug. Kijk echt die tanden erop, hè. Los. Foei, Bo. Foei. Los, puppy. Hij laat niet los, hè. Bo. Geef het terug. Geef terug. Nu. Braaf paard. Tanden afdrukken eraan. Valt het mee? Ja, dat gaat nu niet meer dicht. Oh, ja. Nou ja. Dan ruikt gewoon de hele poeskist erna, niks aan te doen. Let. Nou. Doei derde oor. Zie je het? Bijna. Kom, ga ze maar. Braaf. Ik zag mensen die ook zo'n tondeus hadden, zo'n nieuwe van de Lidl. Voor mensen was die eigenlijk. Was die ook zo'n vrouwtje op minipa dat haar hele pony daarmee geschoren. Echt? Ja. En gewoon mooi, zonder strepen ja, en zo. Ja, echt streeploos. Deze is binnenkort ook een keer aan vervanging toe, maar zolang ja, ze weer die messen kunnen vervangen, maakt het echt niet zoveel uit, maar... Lief! Ah, oh, schattig! Knoflook in zijn voorplek. We doen nog even een klein beetje die oren bijpunten, ja. Dat ziet ook niet meer zo heel fris uit. Bijna al bij mijn vliesje. Jongens, wat zijn we toch verliefd? Wat zijn ja, we toch Bo verliefd? Op koning. Koning niet op Bo. Oh, wat lief. Schattig, kijk. Kun je er anders niet bij? Nee. Venus, koude oortjes. Koning vindt dat volgens mij echt fijn. Die heeft heel snel last van wat vloer is overgekomen. Ja. Nee, even niet. Ik kan me niet herinneren dat je dit gedaan hebt nog. Maar dan staat in ieder geval weer goed voor de wedstrijd eind van de maand. Dat hoef ik dat toch yeah. Te doen. Misschien luistert hij nu iets beter omdat gisteren na natuurlijk in zijn oren zat. Hebben we ook nog een baard? Nee, we hebben geen baard, dus die ook niet. Niet mannelijk. Nee, dat hoeft niet. Nu hoe dat hier ook weer staan te doen. Sommige mensen moeten hun paarden hermetisch vastbinden, maar ja. Dat hoeven wij niet. Ze zijn niet anders gewend. Hé jongens. Knap zijn is fijn hè. Ja. Knap zijn is fijn hè. Ja. Even het andere oortje. Oh, wat lief dat ik kusjes krijg van jouw boel. Zeg niet met die knoflook mond. Nee, lekkere scherapraat. Jam, jam, jam. Wat is dat? Lekker trillen aan de neus. Moet ze echt niet. Nee. Oh. Oh, dat wel. Nou ja, ben je een beetje jaloers, stoute jongen. Knabbie! Oh, ben je boos? Oké, dat waren de oren. Hij is echt boos. Ja, hij is echt nasty. Hij wil eigenlijk buiten gaan spelen.
Zouden we die voeten van geen We zijn even koning zijn benen aan het opscheren. Daar hebben we al eens een video over gemaakt. Dus die zal ik even hierboven ergens linken. Hier. Als jullie dat leuk vinden om te zien. En Bo doet stout. Bo kijkt onder de shutting. Mama, zit me aan, Bo. Ik ben koning is weer knap. Nou, ze zijn al opgeknapt voor morgen, maar ja, omdat het vandaag zo slecht weer is, nemen we die vandaag hier op die video en doen we dat morgen. Nou ja, we gaan van nu niet meer die escadronies erop doen, want dat is een beetje zonde. Ja, dat is ook zonde, dat is ook echt heel slecht weer. Dus we hebben hem even alvast knap gemaakt voor morgen. En dan moet ik even kijken of we hem vanavond nog even een beetje die benen wassen en zo. En anders morgen de dekens op in de wijn, dan zal het wel meevallen morgen. Het is toch slecht weer. Even het lekkerste en dan kan die knap buiten gaan spelen. Ja! Zo jammer! Sportkoepje! Koning is even hier aan het chillen met zijn dekentje alvast op. Hallo, nu is hij weer blij. Ik heb ook zijn beentjes weer opgeschoren. Nu zijn ze weer mooi en shiny wit. Best wel een berghaven af. En Remus alvast aan het oefenen met de knotten. Daar komt binnenkort een aparte video over. Yes. Dus ze gaat nog even door met oefenen. En dan komt daar zo snel mogelijk een knotvideo over. Ja. Zo. Nog een beetje oefenen. Deze zijn een beetje... losgevlocht, hè. Maar voor de rest vind ik ze wel cool. Knappie! We gaan dit even allemaal wassen. Die, ja, we kunnen die panter misschien ook meenemen. Kijk eens of die vies is. Pietje wil. Ik weet niet of hij daar allemaal bij kan, omdat hij wit is. Ja, ik neem hem wel mee. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? Kittens voeren? Ja, gaan we gaan even de kittens voeren en even die muur verven. Ja, en dan gaan we de dekjes uitwassen. Ja. Ik was aan het denken misschien die singels ook mee te nemen. Ja, doe maar. De kitties in hun kattenkamer. Oké, okay, moet denk je dat het deze keer wel goed komt als jij met die dekjes loopt? Nou, voor degene die willen zien hoe Remo gewoon fucking hard tegen een auto aanloopt en dan bij alles op de grond laat vallen, dit linkje komt hier bovenin te staan. Niet grappig. Zeker wel grappig. Dus ik kan nu even de deur afsluiten hier, als ik even die sleutel kan vinden, want ja. Even zoeken. Zo, dit moet ook mee. Singles en de vliegmaskers. En handdoeken. En handdoeken, ja. Ik loop nu even naar de auto. Nou, op de video lijkt hij echt vet schoon, maar hij is super vies. Hij is open, denk ik. Gaat dat? Heel goed. Ik kan erbij, kan die achter jouw stoel. Lekker geuren in je auto. Ja, mag wel. Nou, die staat al aan. Met de dekjes. Ja. Een longeerpad. En wat hebben we hier ingedouwd? Manenzakken. Dekjes, singles. Die kletterband doen we trouwens altijd goed, hè? Omdat anders dat je hele dekjes gaan vervelten. Dat is niet helemaal de bedoeling. Wij zijn super blij dat hij tegenwoordig in Nederweert staat. We hoeven niet meer zo ver te rijden. Die tas is ook leeg. Die tas is er eigenlijk ook in gemoeten, maar dat kunnen we zo meteen ook doen niet. Die tas kan er nog bij. Het stinkt, dat wil je niet weten. Oh, daar gaan ze al. Wasje, wasje, wasje. Wasje, wasje, wasje. Klik. Eerst op slot. Dan ga je hier naar het scherm. Klik. We willen wassen. We gaan deze hebben we al gebruikt, dus deze pakken. Ik ga hem even overnemen, kan ik even betalen.
Belgisch. Ik denk het. Nu gaan we naar de wasmachine. Doen we deze wel 60 of nee? Ja. Ik denk het wel toch? Ja, dan zijn ze tegelijk klaar. Ja. Ik weet als niet de of maskers of gekrompen dat... zijn, dan past het bij Bo. Ik weet alleen niet of de bonden zo op 60 mag, maar ja. Ja, dat gaan we nu zien, hè. Normale mensen was het over 30. Nou ja, best. Mag ik een broodje gaan eten? Ja. Maar is je tas daar ook nog in die koor? Ja, we moesten toch. A few moments later. Nou, deze is ook een fres. Die is bijna klaar, die andere. Die op 60 graden, dus allemaal gewoon helemaal. Shit, weet je wat we zijn vergeten? Nee. Die roze longeerpad. Oh ja. Ja, dat is nu toch niet bij, dus we zijn er zo goed. Als het moet, die maskers zijn ook al schoon. Kunnen ze die morgen weer om als het morgen fijn weer is? Yes. Nou, pas weer uitgewassen. Het is echt gewoon bende. Meen je? Ja. Dus nu gaan we die dingen even te droog hangen. Op stal, even op de dekrek. En dan? Ik denk dat ik Bo even ga longeren. Coachen ze even voor ook. Aan de geiten moeten we nog even eten geven, ja. Oké. Okay. Ior eigenlijk ook, dus dat zien jullie zo. De jongens hebben volgens mij ruzie gemaakt. Toen zijn ze een beetje uit elkaar gegaan. Ja, ze hebben een echt scheiding. Wat is er gebeurd? Wow, kijk wat hij doet. Oh, koning. Wat zit er met de gedoor? Kom maar, joh. Ik ben even bootje aan het longeren. Oh ja, waarom ligt het willekeurig, de balken? Dat het zelf uit kan zoeken. Stoute jongen! Braaf! Hop! Braaf! Sukkel! Hoekie, galop! Braaf! Kom Dickie! Het is onze boy Bo. En hij is klaar met sporten en in de douche geweest. Hier is Silly. Silly! Hallo, schatie! En we moeten dadelijk nog een keer de muur verven. Ja. En dan is de dag bijna om, volgens mij. Dus om. Dus. Oh. Oh. Ja. Hé, hey, douche niet zo krabben. Ja, knapste. Hallo! Jij mag nog even buiten spelen. Doei. Dag. Tot morgen. Doei doei. Hij is te schattig. Kijk dan ook nog naar. Doe opnieuw. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken naar onze dagvlog en tot de volgende keer.